Goedemorgen broeders en zusters en gasten en alle die meekijken via de livestream. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Het is fijn dat wij weer hier in jullie midden mogen zijn met ons gezin. Elkaar weer mogen ontmoeten van een aantal die ik alweer een tijdje niet heb gezien. Dat doet altijd goed. Ik heb hier een aantal maanden geleden hier gesproken over de omheining van de tabernakel. En dan met name eigenlijk over de lessen die we daaruit kunnen leren als het gaat over eenheid. En als het gaat over onze houding ten aanzien van de wereld. Hoe onze houding behoort te zijn. En eigenlijk waren we vanuit gegaan dat elke paal van de omheining als voorbeeld een gelovige zou zijn. En dat elke paal die verbonden was met zilver aan elkaar, wat heen wijst naar het verzoenend bloed van de Heer Jezus. Want elke Israëliet die moest met een halve sikkel zilver vrijgekocht worden. Dat heen wees naar de Heer Jezus die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. En dat die palen de bedoeling hadden dat ze de doeken van heiligheid hoog hielden. En dat er zo scheiding was tussen de wereld en het huis van God. En zo behoort ook de gemeente te zijn. Dat er scheiding is tussen de dingen die in de wereld zijn en binnen het huis van God. Dat de heiligheid van God voortdurend ook in het midden kan zijn. En ik heb hier een stuk tabernakel meegenomen, het huis van God. En eigenlijk wil ik deze morgen met jullie gaan nadenken over dat wij als het ware allemaal een plank zouden zijn. En nou niet de houding tegenover de wereld, maar nu de houding die wij als broeders en zusters mogen hebben ten aanzien van wie God is en wat God van jou en mij vraagt. En ik geloof dat heel mijn hart had ook in de tabernakel zitten heel veel lessen die wij daaruit kunnen leren voor ons geestelijk leven, maar vooral ook als gemeente van Jezus Christus. En daar wil ik ook vanmorgen over spreken, over de eenheid die er is in de Zoon door de Heilige Geest. Nou, ik heb begrepen dat Pieter de vorige keer heeft gesproken uit Johannes 17. En hij is tot vers 19, geloof ik, gekomen. En eigenlijk wil ik verder gaan met jullie in Johannes 17, om mee te beginnen. En wil ik met vers 20 beginnen te lezen. Johannes 17, vers 20. En ik wil tussendoor ook de tabernakel, het huis van God, gebruiken als kapstok om les uit te leren voor de eenheid die er is in hem. Johannes 17, vers 20. Pieter heeft gesproken over heiliging door de waarheid. Het is Gods woord is de waarheid. Dus we hebben het woord nodig en we hebben de geest nodig. En ik wil eigenlijk ook deze morgen is mijn verlangen dat ik echt een verlangen heb met het elkaar. Dat het Gods bedoeling is. En ik hoop echt dat we dat gaan begrijpen, mogen gaan zien. Dat het niet Gods bedoeling is dat één iemand hier in ons midden vervuld zou worden met de Heilige Geest. Maar dat het Gods bedoeling is dat alle, niemand uitgezonderd, vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat is Gods verlangen. En ik hoop dat we dat aan de hand ook van de tabernakel en meerdere gedeelten in het woord van God mogen gaan zien en ons daar mogen uitstrekken. Want het is Gods verlangen, Gods plan, Gods doel met zijn gemeente. Dat wij dat reservoir mogen zijn van de heerlijkheid van God. Goed, als ik daarover begin te praten word ik al enthousiast. Maar laten we gaan lezen in vers 20. Daar staat, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dus Jezus bidt niet alleen voor zijn kinderen, maar hij bidt ook nog voor degenen die door hun woord nog tot geloof zullen gaan komen. En daarom moeten we ook niet stoppen om het woord van God voor ons te houden, maar het moet doorgegeven worden. Want Jezus bidt ook voor hen. En zo mogen ook wij, en net als Jezus, voorbidden zijn voor de ongelovigen die Jezus nog niet kennen. En dan zegt vers 21 al zo prachtig. Opdat zij allen, er staat niet bij één of een paar in de gemeente, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u Vader in mij. Moet je dat je door laten dringen. Wat Jezus hier zegt. Hij bidt hier en hij zegt opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Dus het is de bedoeling dat wij allemaal, niemand uitgezonderd, één zijn in hem, opdat de wereld zal zien dat Jezus in ons midden is. Dat is Gods doel, Gods plan. Dat is waar Jezus voor bidt. En moet je indenken, de Vader, kan zo ver klinken, hè? God de Vader, God de Zoon.
Het kan heel hoog gegrepen zijn, zeg maar, dat we van ons denken dat het heel ver weg is. Maar dat Jezus hier echt bidt, dat zij diezelfde eenheid die de Zoon heeft met de Vader, verlangt hij dat wij dat ook hebben met de Vader en met de Zoon. En dan zegt hij in vers 22, en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. En ik geloof het helemaal na, de Heer Jezus heeft de Heilige Geest ontvangen. De heerlijkheid van God, die daalde ook neer, daar gaan we straks nog even naar kijken, in de tabernakel. Toen alles was vervuld naar het raadbesluit van God, daalde de heerlijkheid van God in het Heilige der Heiligen. En zo is het Gods verlangen, die heerlijkheid die later in Jezus zichtbaar is geworden, toen hij hier op aarde wandelde, is het nu de bedoeling dat diezelfde heerlijkheid in Jezus nu in ons als gemeente zichtbaar mag worden. Vers 23. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Nou, in eerste instantie denk ik dat het Jezus zijn verlangen is dat hij hier al uitspreekt, dat wij straks daar verenigd zullen zijn bij hem in de hemel. Waar wij hem van aangezicht tot aangezicht mogen gaan zien. En dat we zijn heerlijkheid, ja, dat we daarin mogen delen. Maar ik geloof ook met heel mijn hart aan de schrift, na Pinksteren, er zegt Paulus ook in Efeze hoofdstuk 1, dat Jezus is gegeven als hoofd aan de gemeente. Dus waar is Jezus nu? Hij is in de hemel. Hij mag in ons hart zijn, maar hij is ook als hoofd gegeven aan de gemeente. Nou, toen moest ik denken aan dit vers. Wat staat hier? Vader, ik wil, vers 24, dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Ik geloof het heel mijn hart ook, dat Gods doel, Gods plan is, zijn heerlijkheid in de gemeente te openbaren. Daarom is ook altijd de aansporing dat we de onderlinge samenkomst niet moeten nalaten. Want Jezus wil waar hij is, dat allen daar zijn. En dat alle, dat jong en oud, dat wij die heerlijkheid mogen gaan zien. En als we dan gaan kijken naar de tabernakel, dat daar aan de voorwaarden was voldaan. Als je leest in Exodus 40, kun je dat lezen. Dan kun je lezen dat Mozes het laatste gordijn ophing en toen vervulde de heerlijkheid van God de tabernakel. Wij kunnen en we mogen daaruit leren dat toen alles was volgens het raadbesluit van God, dat ze voldeden aan de voorwaarden, toen alles was gedaan volgens de voorwaarden van God, toen daalde die heerlijkheid daar neer. Zal het dan nu niet veel meer ook in het nieuwe verbond waarin wij mogen leven, in de gemeente van Jezus Christus, dat ook wij, dat God ook van ons vraagt, dat wij voldoen aan datgene wat God van ons vraagt, zodat die heerlijkheid daarin kan stromen. Kijk, wij zijn maar een vat, wij zijn het reservoir van Gods heerlijkheid. Het gaat niet om ons, maar het gaat om hem. Maar wij mogen daar wel in delen. En dat is waar Jezus hiervoor bidt, dat zij één zijn, opdat zij de heerlijkheid mogen zien. Nou, als ik er gewoon heel eenvoudig daarover nadenk, en ik heb er van de week over nagedacht, dat de heerlijkheid die daar de tempel vervulde, of hier de tabernakel later de tempel vervulde, dat het de bedoeling is dat diezelfde heerlijkheid nog rijker in het nieuwe verbond in ons midden in de gemeente moet zijn. Nou, dat is ook voor ons gewoon een eerlijke vraag. Hoe vaak is de heerlijkheid van God in jouw persoonlijk leven, maar ook vooral in de gemeente? Want daar wil ik de nadruk op leggen, dat Gods plan is niet een individu. Gods plan is de gemeente van Jezus Christus. En hoe klein of hoe groot we ook zijn, elke gemeente mag weten onder het hoofd te staan van Jezus Christus. Dat is althans de bedoeling. Jezus is daar, hij is God. Hij kan van elke gemeente hoofd zijn. En het is zijn bedoeling dat zijn heerlijkheid geproefd wordt in ons midden. En soms dan kunnen we misschien jezelf erop betrappen of in de gemeente niets ervaren van die heerlijkheid. Nou, dat kan aan jezelf liggen, maar wij mogen ons wel afvragen, hoe komt het dat er zo weinig misschien wel van de heerlijkheid van God gezien wordt in ons midden? Dat we zijn heerlijkheid geestelijk zien, zoals Hebreeën 2 ook zegt. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond.
Is dat niet ook ons, dat is Gods verlangen. Nou, als Gods verlangen dat is en Jezus daarvoor bidt, dan moet er het ook mogelijk zijn om dat ook te beleven in jouw en mijn persoonlijk leven, maar vooral ook in de gemeente. En ik geloof echt dat met heel mijn hart, we gaan er ook naar kijken, dat Gods bedoeling is een collectieve gemeenschap en de heerlijkheid daar te midden. Dat zijn aanwezigheid voelbaar, tastbaar in ons midden is. Want door zijn heerlijkheid, door zijn aanwezigheid worden wij alleen veranderd naar hetzelfde beeld. En als we dan even gaan kijken naar de tabernakel. We hebben vorige keer gesproken over al die palen rondom de tabernakel die de doeken omhoog hielden van heiligheid. En zo gaan we even uitgaande van dat wij allemaal een plank zouden zijn. Wij zijn allemaal een plank en die waren allemaal gemaakt van acaciahout. En ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Het was hard hout. Die boom die moest omgekapt worden. Zijn eigen wortels moest je van loskomen. Hij moest doorbroken worden, zoals ook in ons leven. Het is niet alleen sterven, maar ook leven. Maar wij moesten verlost worden van die oude. Daar hadden we de Heer Jezus voor nodig. Wij moesten als het ware ook omgekapt worden van ons oude leven. En die plank, die werden dan helemaal gezaagd, geschaafd. En er zaten knoesten denk ik aan. En er moest afgekapt worden. Zo heeft de Heer door de Heilige Geest ook in ons leven heel werk te doen. Om ons als het ware zo'n plank veel groter nog te maken. Hij heeft in ons heel veel te doen om ons te maken naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus. En hoe meer ik op Jezus ga zien, hoe meer ik ga ontdekken hoeveel Hij ook nog moet doen in ons leven. Maar het wordt ook steeds heerlijker, want je gaat ook dat verlangen krijgen om steeds meer gelijkvormig te worden naar zijn beeld. Nou, zoals ik al gezegd heb, als je de tabernakel gaat bestuderen, dan zie je heel duidelijk dat wanneer aan de voorwaarden werd voldaan, kwam die heerlijkheid in het midden. Maar stel je nou voor dat één zo'n plank apart zou staan. Zo kennen jullie het beter zien. Goed zo. Stel je voor dat één zo'n plank apart zou staan, dat daar dus een gat in het huis van God zou zijn. Dan zou de heerlijkheid daar niet gekomen zijn. En ik denk het mooie van deze tabernakel, dat al die planken stonden staand, niet liggend, dat is ook heel belangrijk. Ze lagen niet. God had geen opdracht gegeven om alle planken neer te leggen, stapelen zeg maar. Dat zou kunnen, dat had gekunnen, toch? Nee, hij had opdracht gegeven, dat lezen we in Exodus 26. Dat gaan we allemaal niet lezen. Maar als voorbeeld, er staat heel duidelijk specifiek bij dat Mozes moest de planken staandend vaststaan. Doen vaststaan in twee voeten. Elke plank had twee voeten van zilver. En zilver wijst weer heen naar die verzoening. Dat wij in Christus verzoend zijn. En iedere plank had een eigen fundament. Elke plank had twee voetstukken van 40 kilo, als mijn hoofd gezegd, van zilver, waar die plank in stond. Dus het is ook van belang, de gemeente bestaat alleen uit kinderen van God die verzoend zijn door het dierbaar bloed van Jezus. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ongelovige binnen mag komen. Anders zouden we 1 Korinthe 14 uit de Bijbel moeten schrijven. Waar Paulus het zelf zegt, als er een ongelovige binnenkomt en de heerlijkheid van God is daar, dan wordt hij ontmaskerd en moet hij erkennen, God is in het midden. Maar de gemeente is uitsluitend kinderen van de levende God en ze staan allemaal vast. Vaststaande in Christus. En het heeft mij van de week opnieuw getroffen dat 1 Korinthe 6 vers 17 zegt, wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. En zo geloof ik ook met heel mijn hart. Die plank was overtrokken met goud. En goud wijst heen naar de hemel bijvoorbeeld. Daar zie je ook dat ook de straten van goud zijn. Maar het wijst ook heen naar koninklijk. Het wijst heen naar Jezus. Als wij tot wedergeboorte komen. En dat de Heer Jezus door de Heilige Geest in ons komt wonen. Dan kunnen we heel soms vroom zeggen, het gaat niet meer om mij. Maar als wij 1 Korinthe 6 vers 17 lezen, daar staat, wie zich met de Heer verenigt, dat geldt voor elk persoon, geldt voor de gemeente, geldt voor elk persoon, is één geest met hem. We weten uit Romeinen 6 dat we door Christus werk, dat we één plant met hem geworden zijn. Nou, het gaat in die zin niet om het acaciahout, want het was niet meer zichtbaar. Maar het was zichtbaar, het goud, hij was met goud overtrokken. Zo zijn wij in Christus, is het de bedoeling dat wij ook door de doop, spreekt Paulus daarover, dat wij met het kleed van Jezus Christus overkleed zijn. Dat Christus zichtbaar wordt in jou en mijn leven.
En dat we allemaal onze plaats innemen in de gemeente die God van jou en mij vraagt. Niemand kan zeggen, mij hebben ze niet nodig. Want als er één plank weg is, ja, dan verliest het zijn kracht in de gemeente van Jezus Christus. Een heel mooi beeld vind ik ook bijvoorbeeld van een regenton. Als je zo'n houten regenton hebt, en je hebt, bestaat uit allemaal van die latjes aan elkaar gelijmd. En dan heb je zo'n ring eromheen die al die latjes bij elkaar houdt. En dan is er op het dak, waar als het regent, dan loopt al het water van het dak loopt zo via de regenpijp zo die regenton in. Die regenton heeft een doel. Dat is om vervuld te worden met water. Om later, waar weer de gieter onder gaat, om uit te stromen, om het dorre land weer te bevloeien. Zo geloof ik met heel mijn hart dat wij, de gemeente, het reservoir zijn van God de Vader. En dat het de bedoeling is dat de hele gemeente vervuld wordt met de Heilige Geest. Het water, ook een beeld van de Heilige Geest. Opdat we dat ook weer uit mag stromen naar de wereld om ons heen. Want dat was dan wat er in Handelingen gebeurde. In Handelingen kwamen zij eensgezind bijeen. En misschien is het goed om even daar naartoe te bladeren. Handelingen, hoofdstuk 1. Dan wil ik gewoon even een paar versen er gewoon ertussen uithalen. Het gaat over eenheid. Handelingen hoofdstuk 1 vers 14, daar staat: deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus zowel mannen als vrouwen waren eensgezind aan het bidden. Eensgezind. Een eenheid. Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Hier zien we weer allen. Daar wil ik de nadruk op leggen. Niet een enkeling, maar alle waren eensgezind bijeen. Je zou kunnen zeggen, zoals hier, al die planken, niemand bleef thuis, alle waren eensgezind bijeen. Aan de voorwaarde werd voldaan. En plotseling kwam er uit de hemel, vers 2, het Handelingen 2, een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Niet half, maar het hele huis werd vervuld. En aan hen werden toren als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Hier zie je weer dat het niet een enkeling is, maar een ieder. En zij werden allen, vers 4, vervuld met de Heilige Geest. Gods doel, Gods bedoeling na Pinksteren is dat wij allen vervuld worden met de Heilige Geest. Niet een enkeling. Dus ik hoef ook niet te denken, we zijn afhankelijk van één broeder of twee. Nee, Gods bedoeling is dat we allemaal eensgezind bijeenkomen, zoals die ton. En als je daarover heel logisch, heel mooi beeld vindt, dat van die ton. Want als er nou één latje tussenuit zou zijn en er loopt water in, loopt het direct ook gelijk weer weg. De heerlijkheid loopt weg. Dus wat is, hoe meer eenheid, hoe meer kracht van de Heilige Geest in het midden. En daar mogen we van leren dat zij alle vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We lezen in Handelingen hoofdstuk 4, een paar bladzijden verder, eigenlijk precies hetzelfde. Ze werden vervuld met de Heilige Geest, ze spraken. Petrus sprak en er kwam 3000 man tot bekering. En dan, wat is er dan nodig? Dan krijgen ze vervolging. Petrus en Johannes worden vervolgd en ze worden gedwongen om niet meer te spreken. Ze mogen niet meer spreken over de Heer Jezus. En wat staat er dan in Handelingen 4, vers 23? Daar staat: en nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. Ja, hun eigen mensen. Dus bij de gemeente waartoe zij behoorden. En berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. Open, eerlijk, in het licht. Dat deden ze met elkaar. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. Eensgezindheid is zeer belangrijk in de gemeente van Jezus Christus. En of je er nou met 2 bent of 3 of 10 met 20 of 100 of 300, eensgezindheid spreekt de Bijbel voortdurend over. Hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En dan gaat het maar even niet over het gebed wat zij baden, maar wat was het gevolg van het gebed? Vers 31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren
bewogen. En zij werden allen, weer alle, vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dus met Pinksteren werd de gemeente, werden de broeders werden daar vervuld met de Heilige Geest. Werd de gemeente vervuld, allen werden vervuld. En dan vind ik het heel mooi. Petrus gaat dan preken. En ik vond het heel mooi in de voorbereiding dat het ook terugkwam. Soms kunnen wij naar Petrus kijken van krachtige broeder. En hij spreekt, hij sprak. En we willen misschien allemaal wel zo preken dat er in één klap 3000 man tot bekering komt. Ik heb wel eens gehoord, we hebben vandaag 3000 preken en er komt één iemand tot bekering. Maar Petrus die sprak één keer en er kwam 3000 man tot bekering. Nou, wie wil dat niet? Maar wat mij trof in de voorbereiding, dat is dat de gemeente was, allen waren vervuld met de Heilige Geest. Jezus is het hoofd, gegeven aan de gemeente. En daardoor kon Petrus, omdat heel de gemeente vervuld was, was de kracht, kon Petrus de mond zijn van de gemeente. Niet een individu. Het was niet dat Petrus alleen een bijzondere apostel was. Nee, het was dat heel de gemeente vervuld werd met de Heilige Geest. Waardoor Petrus kon spreken in betoning van geest en kracht. Broeders, zusters, is het dan ook niet voor ons van belang? Dat wij gewoon alle eerlijkheid gewoon onszelf mogen afvragen. Heren, voldoe ik ook aan de voorwaarden wat u van mij vraagt? En ik wil bij voorbaat al zeggen, dan kun je twee kanten mee op. Je kunt je laten veroordelen. Of je kunt zeggen, Heren, dank u wel dat het uw bedoeling is dat ik vervuld mag en wil worden met de Heilige Geest. En dat u ook alles daarvoor hebt gegeven wat daarvoor nodig is. Wat God van ons vraagt, heeft hij zelf ook gegeven. Petrus kon ook niets anders zeggen dan dat het genade was van God. Maar God roept ons wel eens gezind te zijn. En dat vind ik het prachtige beeld, ook hier in de tabernakel. Dat daar waar alle palen op hun plek stonden, alle gordijnen op hun plek stonden, op een plek werden gehangen, vervulde de heerlijkheid van God de tabernakel. Wat moet dat geweest zijn voor de Israëlieten? Dat ze dat gezien hebben, die wolk die daar hing boven de tabernakel. Is het ook niet ons verlangen dat ook die heerlijkheid van God zichtbaar wordt in de gemeente en dat de wereld zal zien dat Jezus leeft? En dan is echt de vraag, staan wij allemaal vast? Dan kunnen we zo ook op aangevallen worden. Er zijn broeders en zusters die worstelen soms nog. Ja, zit het nou wel goed, zit het nou niet goed? Ben ik nou wel gered, ben ik nou niet gered? Maar al die planken stonden op een vast fundament. Daarom is het ook belangrijk dat we ook voor elkaar bidden, dat we vaststaan in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En Epaphras, lezen we in de Colossensebrief, u hoeft het niet op te zoeken, Epaphras in Colossense 4, die bidt, en daar staat een heel mooi vers in Colossense 4, vers 12, daar staat, Epaphras groet u, die er één van u is, een dienstknecht van Christus. Hij was een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. We hebben het al vanmorgen gehoord, ook in de getuigenis, ook voor de kinderen, hoe belangrijk gebed is. Epaphras diende in het gebed Christus. Dat is heel belangrijk. Wie dienen wij in ons gebed? Dan dienen wij als eerste Christus mee. Die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. In heel de wil van God, zie je dat? Dus hij bad zo voor de gemeente dat alle broeders en zusters volkomen zouden vaststaan in heel de wil van God. En dat voortdurend de heerlijkheid daar in het midden was. En dat er voortdurend mensen worden toegevoegd omdat de kracht van God daar in het midden was. Daar waren zij op gericht. Dus zij waren erop gericht om Christus te dienen en te doen datgene wat God van hen vroeg. En zo mogen wij ook elkaar helpen, broeders en zusters, of dat wij werkelijk ook vaststaan. Dat we onwrikbaar vasthouden aan het woord van God. Dat was niet laten misleiden. Ook in Judas staat dat. Dat hij ook zegt dat hij onwrikbaar vasthoudt aan het geloof wat aan hem is overgeleverd. Dat vraagt ook van ons een vastgrijpen, een vasthoudend. Vasthoudend aan de waarheid waar Pieter ook over heeft gesproken de vorige keer. Die heiligt ons, de waarheid, daar spreekt Johannes 17 over. En zo mogen wij daar ook aan ons elkaar aan aansporen om daaraan vast te blijven houden. En God heeft ook zo prachtig gegeven. Als je naar die tabernakel kijkt, al die planken die waren met elkaar verbonden. En dan zie je hier ook allemaal balken. Dat kun je allemaal lezen in Exodus 26. Die ook al die balken bij elkaar hielden. En er was één balk bij in de midden. Die van helemaal van voor naar achteren
vastgemaakt werd, zodat alle planken met elkaar verbonden waren. Met één en dezelfde balk. En zo geloof ik ook. Wij zijn verbonden, dat is een mooi beeld althans. Wij zijn verbonden met elkaar door de Heilige Geest. En er waren nog vier balken. Hier zien we er nog vier. 1, 2, 3, 4. Totaal waren het er vijf. En als je dan even teruggaat in Handelingen 2. Petrus werd vervuld met de Heilige Geest. En daar kwamen 3000 man tot bekering. Dus er is één iemand die wij nodig hebben. Dat is de Heilige Geest die ons verbindt. Die is het die ons verbindt. Dat is onzichtbaar. Sommigen zeggen ook dat die middelste helemaal binnendoor door alle planken heen ging. Dat die niet zichtbaar zou zijn. Ik vind het een mooi beeld. Maar ik kon het niet duidelijk in de schrift terugvinden of dat echt zo klopt. Er staat bij in het midden. Maar ja, als die planken 5 meter hoog zijn en in het midden, dan kan ook gewoon op 2,5 meter die balk aan de buitenkant vastgezet worden. Dus er wordt wel eens gezegd dat die ene balk onzichtbaar was. En natuurlijk is het zo dat de Heilige Geest niet zichtbaar met ons natuurlijk oog, maar onzichtbaar is. Maar het gaat me even op het principe, die 5 dingen. Dat is 1, de Heilige Geest. En dan lezen we in Handelingen 2, vers 42. De gemeente, wat deden zij toen ze tot geloof waren gekomen? Zij volharden in de leer van de apostelen. Dus weer volharding. Dat is vaststaan. Dat we daaraan vasthouden. Zij volharden in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. Gemeenschap is dus blijkbaar nodig om te voldoen aan de voorwaarden van God. Hoe is het met onze gemeenschap gesteld? Je kunt elkaar één keer in de week ontmoeten. Hallo broeder, hallo zuster. Maar hebben we echt gemeenschap met elkaar? Ik merk het ook in de kring, zeg maar, waar ik dan mag bij behoren. Als er echt gemeenschap is, echt intimiteit is, de Heilige Geest is in het midden, dan is daar, komen daar harten vrij, dan is daar vrede. En die vrede geeft ook een openheid naar elkaar om ook je kwetsbaar op te durven stellen. En om ook te erkennen de dingen die je moeilijk vindt. Nou, dat hebben we afgelopen donderdag ook beleefd. En wat gebeurde? De hele gemeente ging voor 1 iemand bidden, de huiskring. Dat was gemeenschap met hem en gemeenschap met elkaar. Dit is zo belangrijk, dat we ook wij, dat we niet alleen zeggen we gaan volharden in de leren, maar we hebben alleen het woord van God. Nee, wij moeten ook volharden in de gemeenschap. Dat we elkaar eens opzoeken. En niet zomaar omdat het moet, maar vanuit een hart wat hem wil dienen. Als we Jezus kennen, dan is het belangrijk dat we volharden in die leren apostelen, maar ook in de gemeenschap. Dan kan het niet zo zijn dat ik als plank, om dat voorbeeld aan te halen, als kapstok zeg maar, aan te halen, dat we als plank maar ons eigen leven leven. Nee, gemeenschap vraagt intimiteit, vraagt met elkaar. Moeten we bij elkaar zijn? We hebben elkaar echt nodig. En zeker in deze tijd. Want ook de wereld heeft een bepaalde eenheid waar het steeds meer naartoe gaat. Naar een systeem waar we moeten buigen voor de antichrist. Maar wij hebben Christus, die het hoofd is gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is, zegt Efeze 1. En dan kan ik niet zeggen, ik doe niet mee. Nee, er is gemeenschap nodig. En ik moest denken aan een heel mooi voorbeeld, vind ik zelf. Als jij, stel je voor, in de gemeente, er wordt veel van jou gevraagd. Dat kan. Dat er soms tijden kunnen zijn dat er veel van jou gevraagd wordt. Zwaar werk moet verrichten. Nou, laten we het even in het natuurlijke nemen. Je moet zwaar werk verrichten. In de bouwput is vanmorgen al naar voren gekomen. En dan heb je 1 ding nodig. Dat is dat je hand maximaal functioneert. Want als die hand, als je een vinger hebt gebroken, dan wordt het lastig, of je hand hebt gebroken, om zware dingen te tillen, toch? Dus jouw hand moet functioneren. De hand moet verbonden zijn met het hoofd. Want anders, ja, die hand die kan wel goed zijn, maar als je niet verbonden is met het hoofd, doet hij niks. Als ik met mijn wil dat mijn hand omhoog in de lucht steekt, dan luistert mijn hand naar het hoofd. Dus wat heb ik nodig om zwaar werk te kunnen verrichten? Mijn hand moet functioneren, het hoofd moet functioneren. Maar als alleen maar mijn hoofd functioneert en mijn hand zou functioneren, maar mijn benen doen het niet, hoe moet ik in die bouwput dan het zware werk doen? Dat is wel het voorbeeld wat Paulus continu aanhaalt in al die brieven ook. Dat wij elkaar nodig hebben. Dus mijn hand kan functioneren. Ik zou wel willen. En ik heb het hoofd, is ons gegeven. Christus, Jezus is het hoofd die het ook wil. Die jou wil helpen. Om dat nieuwe leven te leven. Maar Petrus was ook afhankelijk van al die anderen. Heel de gemeente die achter hem stond. Dat ze alle vervuld waren met de Heilige Geest. En zo is het ook al die planken. Dan toen pas kwam de heerlijkheid van de Heer in het midden. Dus als wij onze talenten willen gebruiken in het midden van de gemeente,
En dat we mogen opwassen in de genade. In de kennis van Jezus. Hij is vol barmhartigheid, vol genade, vol goede tierenheid. Hij heeft ons alles gegeven wat tot de Godsrecht behoort. Maar hij vraagt ook van ons om aan de voorwaarden te voldoen. Dus als ik een keer geen zin heb, dat is helemaal het probleem niet. Maar de vraag is wat ik ermee doe. Als ik een keer geen zin heb. Ik heb ook soms helemaal geen zin in bidden. Of er is strijd, je hebt daar geen zin in. Nee, maar dan vraagt dan gaan we, als er intimiteit is, dan ga je ook als hart delen. En dan ga je die ander helpen. Dan ga je die ander helpen, zodat hij uit die strijd komt. En dat we elkaar mogen, hand tot voet mogen zijn. En ik weet 100% zeker, als dan de benen werken, dat zijn andere planken, om het zo maar te zeggen. Andere delen van het lichaam. Ja, dan kan die hand, die krachtige hand, kan dan ook bruikbaar zijn. En zo, ik hoop dat je het begrijpt, het beeld. Jezus als hoofd gegeven aan de gemeente. Wij zijn leden van elkaar. Maar hoe kan het ene lid werken, de hand werken, als de schouder niet op komt dragen? Of niet functioneert? Dat is zo belangrijk. En ik denk dat we daarin met elkaar mogen toenemen. En dan spreek ik ook voor mezelf. Zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood. Daar deden zij in volharden. En wat deden ze nog meer? En in de gebeden. Vier pijlers van de gemeente waar zij in volharden. Gewoon eerlijk, gewoon, en we hoeven niet naar elkaar te kijken. Gewoon voor jezelf. Jezelf de vraag stellen. Volhard ik daarin? Of kan ik daarin toenemen? Om mijn broeder en zuster ook daarvoor te helpen. En dan gaan we niet naar elkaar kijken wie wel of niet zou volharden. Nee, als er iemand is die niet volhardt, dan vraagt het van ons allemaal als heel de gemeente daar ook voor te bidden. Want dan blijf je vrij van veroordeling. Dat is niet wat de Heer wil. De Heer wil dat wij eensgezind, dat ons hart openkomt, dat de geest kan stromen, dat er liefde is. En waar je nog in faalt, dat we elkaar mogen helpen. Dat is Gods verlangen. Als die, kijk, er is, het heeft geen enkele zin als je die plank in de woestijn zou neerleggen, want dan kwam de heerlijkheid niet. Die plank moest rechtop staan. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, zegt Paulus. Hij brak al mijn banden. Hij maakte mij vrij. Dat is de waarheid van Gods woord. En als we dan lezen in 1 Korinther 6, vers 17. Wie zich met hem verenigt, is één geest met hem. Nou, Jezus is vrij hoor. Die is één geest met hem. Dan kan hij ons aansturen waarheen hij wil. Ik ben vrijgemaakt. Hij brak al mijn banden en maakte mij vrij. En als we dan in een leugen terechtkomen, daarvoor is gemeenschap nodig. Dan kunnen we elkaar zeggen, hey broeder, joh, daar ben je al lang van vrij. Dat is een gedachte uit het vlees, uit het rijk de duisternis. Die moet je leren pareren. Wij zijn toch kinderen van de levende God. Wij zijn toch vrijgemaakt. Wij zijn toch verzoend met het bloed van het lam. En dat is een vrijheid waar wij in mogen vaststaan. En dan wil ik die broeder en die zuster die naast mij staan, die wil ik meehelpen vast te blijven staan. Want als die omvalt, dan verliezen we kracht, want dan gaat de stroom de heerlijkheid weg. Denk terug aan die ton, waar het water in stroomt. Als er één latje iets gaat wijken, als een broeder en zuster, dat er verdeeldheid komt en iets gaat wijken, komt er een scheur in die ton. Als er iets uit elkaar gaat, komt er een scheur en dan loopt dat water weg. En dit kan zo snel gebeuren, omdat als wij niet in de geest wandelen, dan is daar geen volle harmonie, geen volle liefde voor elkaar. Maar het feit blijft, Romeinen 5, vers 5 geloof ik, waar staat wat Paulus zegt, dat zijn liefde in mijn hart is uitgestort. Dat hoeft niet te gebeuren als ik Christus heb aangenomen. Ik heb mijn oude leven begraven. Ik ben opgestaan. Gods geest heeft mij vervuld. Hij heeft me alles geschonken wat tot de Godsvrucht behoort. Dat het mag vermeerderen, die liefde, heb ik elke dag Jezus voor nodig. En het is zo mijn verlangen, dat ik geloof met heel mijn hart, dat we in Handelingen lezen, dat er voortdurend eensgezind het was. Voortdurend was daar de volheid van Gods kracht. En als ze daar dan uitgingen om te getuigen, dan moesten ze opnieuw vervuld worden. We kunnen nooit zonder hem. Dus die plank en het goud, vind ik zo'n prachtig beeld. Het gaat niet om het acaciahout, maar toch was het acaciahout nodig om het goud te laten zien. Het gaat niet om ons, het gaat om Christus. En dat bedoelde ik met, kan zo vroom klinken, het gaat niet meer om ons. En het is ook waar, maar je moet het wel goed verstaan. Het is, wij met hem zijn meer dan overwinnaars. Heb je daarover nagedacht? Het is wij met Christus. Het is niet alleen Christus, nee, het is het hoofd en het lichaam. Daar is een eenheid. Broeders, zusters, dat is een geweldig voorrecht dat we dan ook, ja, er mogen zijn. En ook als er leugens zijn, dat we die echt in het licht brengen. En dat wij vrij blijven van leugens. En dat de heerlijkheid kan blijven stromen. Ik hoop dat je
En alle gebreken die zijn ook, maar dat we verlangend worden of zijn om vervuld te worden met de Heilige Geest. Want dat is het enige wat ons helpt om dat leven te leven wat God van jou en mij vraagt. En ik weet uit eigen ervaring dat heel snel kan het scheurtje ontstaan tussen de beste broeders. Kan een heel klein scheurtje komen, want de duivel, ja, die is een realiteit. En de duivel weet, de gemeente, het reservoir van Gods heerlijkheid op aarde, hij weet juist als daar verdeeldheid komt, dat die heerlijkheid wegstroomt en waardoor er geen ongelovigen tot bekering komen. Dus wij moeten niet raar opkijken als wij deze vier pijlers in volharden door de Heilige Geest. Dus vier pijlers onder leiding van de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, die helpen ons om de muur overeind te houden. Vijf palen die de planken bij elkaar hielden. Vijf pijlers eigenlijk. Vier pijlers met de Heilige Geest is vijf. Zo hebben wij ook voortdurend elkaar nodig. En als er iets een scheurtje dreigt te komen, dat we dan in het licht daarmee komen. Dan heb je wijsheid voor nodig. Zo snel kan de Satan een pijl schieten, je hebt het niet door. En je laat je leiden door verkeerde gedachten. En er komt verwijdering tussen jou en jouw broeder. Of jou en jouw zuster. Broeders, zusters, we zijn niet geroepen om elkaar te veroordelen. Maar we zijn geroepen om elkaar te helpen. Tot een hand en voet te zijn. Waarin Christus verheerlijkt mag worden. En het is Gods verlangen. Hebben we gelezen in Johannes 17. Dat wij één zijn. Als het Gods verlangen is, dan is het ook mogelijk. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort. We hebben het gezien met Pinksteren wat er is gebeurd. En dan wil ik eindigen eigenlijk nog een klein stukje met jullie lezen in de Filippenzenbrief. Filippenzen 2. Daar had Paulus gepredikt en er waren mensen tot geloof gekomen. Er was een gemeente ontstaan, Filippenzen. En nu zit Paulus in de gevangenis en hij gaat schrijven een brief aan deze gemeente, aan de Filippenzen. Daar gaat het ook over eenheid. Nou, Filippenzen 2, vers 1, wil ik een paar versen met jullie uitlezen. Daar staat, als er dan enige bemoediging is. En eigenlijk staat het woordje als niet goed, want er staat in het Grieks het woordje ei. En dat betekent aangezien, zekerheid. Dus er staat, aangezien er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, die waren dus blijkbaar allemaal aanwezig daar, als er enige gemeenschap is van de geest, weer die gemeenschap, liefde, al die kenmerken komen terug, dat is alles ons geschonken in Christus. Broeders, zusters, ik voel niet altijd liefde. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, ik ben ook getrouwd, 15 jaar, maar de ene keer kan de liefde veel heftiger zijn dan de andere keer. En soms ben ik gewoon met mijn werk bezig, ben ik helemaal niet bezig met liefde, toch? Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar dan voel ik niks. Nou, dat betekent niet dat ik niet van mijn vrouw hou. Nee, in Christus is ons liefde gegeven, maar het kan zich krachtiger manifesteren. Zo is het ook in een huwelijk, maar ook onderling als broeders, zusters. Het kan zich krachtiger manifesteren. Daarom mogen wij ook bidden of de Heilige Geest ons wilt helpen dat de liefde mag vermeerderen. Want als de liefde er al is, hoef ik niet meer mijn best te doen om de liefde te krijgen. Nee, die heb ik ontvangen, zegt Romeinen 5. Dus als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, die waren daar allemaal blijkbaar. Paulus zat gevangen. En hij werd zelfs bemoedigd door zijn broeders en zusters. Hij bad met vreugde voor ze. Omdat ze hem vasthielden. Dat ze gemeenschap met elkaar hadden. Dat ze liefde hadden. Maar dan zegt hij toch, maak dan mijn blijdschap volkomen. Dus er was dus blijdschap in de gemeente van Filippenzen. En toch zegt Paulus, maak mijn blijdschap dan volkomen. Dus het kan nog meer. Nou, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik denk dat het bij ons allemaal, ook in ons persoonlijk leven, ook juist in de gemeente denk ik, dat er nog meer blijdschap kan zijn. Als we allemaal een beetje zo bijhangen van ja, het moet nou eenmaal. Maar als we vervuld worden met de Heilige Geest en het is mogelijk dat wij kunnen voldoen aan Gods genade, aan de eis van God, omdat de Geest ons te hulp komt, dan is het zijn bedoeling niet om ons het moeilijk te maken, maar dat zijn kracht in ons midden manifesteert. Dat wij vervuld worden voortdurend. En er komt absoluut blijdschap bij. Denk erom dat die broeders en zussen in Handelingen. Dat was blijdschap. Dat is een kenmerk van de vrucht van Gods geest. Dus als ik te weinig blijdschap heb, moet ik misschien meer oproepen. Want ik heb het in hem al ontvangen. Maar oproepen, Heer, ik wil mij in u verblijden. Moet ik soms ook. Dan zeg ik tegen mijn broeder, joh, om eerlijk te zijn. Ja, ik voel, ik heb geen reden om blij te zijn. Nou, dan zegt mijn broeder, nou, dan wordt het tijd dat we nu eerst eens gaan zingen. Verblijd u in Jezus uw Heer.
Nou, zo mogen we elkaar aansporen om ook tegen ons gevoelens in die dingen te doen. Paulus zegt ook, al die dingen waren er en toch zegt hij, maak mijn blijdschap volkomen. Hoe? Doordat u, vers 2, eensgezind bent. Eensgezindheid is zo enorm belangrijk. We zijn niet hetzelfde, want mijn hand is ook anders dan mijn voet. We zijn allemaal verschillend, maar we zijn alle leden behoren gericht te zijn op datgene wat Jezus van jou en mij persoonlijk vraagt. En heel de tabernakel kun je lessen leren uit datgene wat God van mij persoonlijk vraagt. En als hij van mij persoonlijk iets gevraagd heeft en ik ben ongehoorzaam, dan betekent dat dat de heerlijkheid afneemt. Maar als er aan mij persoonlijk datgene is geopenbaard wat ik moet doen, misschien nog niet aan mijn broeder of zuster. Dus pas op met veroordelen dat jij iets moet doen, maar hun nog niet. Wees voorzichtig daarin. Natuurlijk, zonde is zonde. Maar we zijn aan het opwassen. Een babytje is volmaakt, maar het moet nog ver volmaken. Het moet nog volwassen worden. We zijn onderweg. Dus als er iemand, jij kent 15 jaar de Heer of 10 jaar de Heer. En er komt één iemand binnen en die komt tot geloof. En die kent nog één dag de Heer. Als het goed is, is die veel minder ver als jij. Hoewel ik soms wel eens denk, als ik soms zie hoe jong gelovigen volharder en krachtig zijn. Dan denk ik wel eens, nou, daar zouden de ouderen ook wat van kunnen leren. Of wij met z'n allen. Dus het is van belang, lieve broeders en zusters, dat wij ook eensgezind zijn. Dat elk lichaamslid gericht op het hoofd, op de Heer Jezus is. En elkaar daarbij helpen. Die planken waren verbonden met elkaar. Je kunt niet alleen christen zijn. Het is echt belangrijk dat je echt bewust bent, ook door de weeks. Dat je elkaar bijvoorbeeld opzoekt of een appje of een belletje gewoon. En niet allemaal zomaar, maar echt vanuit je hart. Dat je er ook eerst eens voor bidt. Wie mag ik bemoedigen? Wie mag ik helpen? Bid daarvoor. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt. Niet verschillend, dezelfde liefde. Geen wereldse liefde, die is er ook. Maar hemelse liefde, dat vraagt een zelfopoffering. Maar dan gaat het tweede gedeelte over, dat Jezus zichzelf volkomen, zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Om als eerste de Vader te dienen op aarde, maar ook u en mij te redden van de eeuwige dood. Hij heeft een zelfopofferende liefde, heeft hij. Nou, dat is ook wat de Geest van God in ons bewerkt. Maar ook dat we dat mogen aansporen elkaar. Zelfopofferende liefde in het huwelijk, in de gemeente van Jezus Christus. Dat we elkaar opofferen voor elkaar. Dezelfde liefde heb, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Nou, dat is gewoon een eerlijke vraag van ons allemaal. Hoe vaak moet je dit niet voor je houden, dit woord? Dat je de ander uitnemender acht dan jouzelf. Dat is zelfopoffering. Jezelf opofferende, zelfopofferende liefde. En dan gaat het eigenlijk nog een stap verder. He, je kunt die ander uitnemender achter, oké. Okay. Je zegent hem. Maar vers 4 zegt, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En geloof ik, geestelijk is het van belang dat wij oog hebben voor die ander, wat die ander nodig heeft. Een bemoediging bijvoorbeeld. Of een liefde, een vermaning nodig heeft. Maar Paulus begint altijd bij het positieve. Hij begint al die dingen op te noemen wat er allemaal wel is. Maar hij zegt toch nog, de blijdschap kan vermeerderen. Eensgezind te zijn. Daar waar wij allen voldoen aan de voorwaarden van God. Daar zal de heerlijkheid zeker zijn. En dat is gewoon voor ons allemaal persoonlijke vraag. Als God van jou iets heeft gevraagd. Zijn wij vandaag op dit moment in de wil van God? Of zijn er nog terreinen in ons leven waarvan ik zeg, heren, inderdaad, daar moet ik iets moet ik meer aandacht aan gaan besteden. Dan mogen we dat ook erkennen naar de Heer. En daarvoor bidden. Hij gaat het ook doen, want het is zijn eigen verlangen. Maar ook dat je hart opent. Hoe vaak kun je zeggen, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. En we lopen weer verder. Dat ken ik ook. Maar echt intimiteit, gemeenschap hebben, daarin volharden, dan gaat het hart open. Als de Heer daar in het midden is, is genezend voor jouw ziel. En je gaat merken als de Heilige Geest daar is. Je gaat, je krijgt verlangen om die ander te dienen. Niet met jezelf bezig te zijn, want dan raak je alleen maar in, je zinkt als het ware weg. Bekeer je daar dan opnieuw van en verenig je met hem. Dan zul je ontdekken, dan ben je één geest met hem mee. We moeten de kraaien wegjagen, hè. Er zit een kraai in de... Nou, als laatste. Deze brief schrijft Paulus aan de Filippenzen, omdat er blijkbaar oneenigheid daar was. Er was heel veel positieve dingen, maar er was ook oneenigheid. Lees maar in Filippenzen 4, vers 2. Laten we vers 1 erbij lezen. Filippenzen 4, vers 1, daar zegt Paulus,
Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon. Paulus verlangde naar zijn broeders. Zie je weer de intimiteit, de gemeenschap. Het was een vurig verlangen om bij zijn broeders en bij zijn zusters te zijn. Blijf zo staande in de Here. Hier zien we weer terugkomen. Staande te blijven in de Here. Die planken moesten staan en niet liggen. Als jij bent gaan liggen, dan roep ik je op om vandaag te gaan staan. Je met de Here te verenigen en je bent één geest met hem. Paulus zegt hier ook heel duidelijk. Staande in de Here, geliefde. En ik hoop dat dat niet de vraag hoeft te zijn. We hebben elkaar toch lief of niet? En dan zegt hij in vers 2. Paulus was dus open en recht. Want hij zegt niet van als er verdeeldheid was, dat hij dan dat hij daar als het ware maar omwille van de liefde, dat hij daar omheen ging. Nee, hij zegt in vers 2, ik roep Euodia, hoe je dat ook uitspreekt, en ik roep Synthesia ertoe op, eensgezind te zijn in de Here. Dat waren twee vrouwen. En die twee vrouwen hadden meegedaan met Paulus. Maar hij zegt, heel duidelijk tussen deze twee vrouwen was er waarschijnlijk oneenigheid. In de gemeente van Filippenzen. En dan zegt Paulus tegen die twee vrouwen, hij roept ze op. Er moest dus iets gebeuren om eensgezind te zijn. Dus als er in ons midden, op welk gebied dan ook, dat kan op alle gebieden zijn, geen eensgezindheid is, dan zegt Paulus, ook vandaag tot ons, Gods woord zegt tot ons, dat jij daaraan moet werken. Paulus riep hun op om eensgezind te zijn. Hij noemde ze gewoon met naam. Hij noemde gewoon die twee vrouwen op. Hé, er is oneenigheid. Jullie moeten het eens worden met elkaar. Want dan is daar de kracht van de Heilige Geest. Wordt krachtiger in het midden. Want als we het niet eens zijn, dan is dat een kier, wat ik al zei, stroomt het water weg. En een pijl en een wicht voor de boze om daar zijn pijl op te schieten. En er is in één klap heel veel oneenigheid. Nee, de Heer roept ons op. Om dan te zeggen, Heere, waarin mag ik in binnen het lichaam mezelf verloochenen? En dat ik echt mijn broeders, mijn zusters met mijn hele hart wil liefhebben. Allemaal. En dat alle even gelijk zijn in hem. Er is niemand meer, er is niemand minder. En daarom is het van belang, denk ik ook, dat we vandaag, dat Christus gepredikt moet worden. En dat de Heilige Geest echt in zijn volheid in ons midden wil wonen. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn plan. En soms hebben we misschien alleen nog maar een verlangen. Maar willen we niet de dingen opruimen die dat in de weg staan. En ik denk ook dat we praktisch gewoon mogen worden. Dat ook Paulus hier die vrouwen opriep om eensgezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. Help deze vrouwen. Ze moesten ook geholpen worden. Die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders. Van wie de namen in het boek des levens staan. En dan zegt hij weer, verblijft u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw, verblijft u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. Het is nogal wat in de gemeente van Filippenzen. De Heer is niet ver weg, de Heer is nabij. Broeders, zussen, en dan komt het als laatste. Wees in geen ding bezorgd. Misschien ben je bezorgd geworden. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus als wij een nood hebben in ons midden, of er is ergens tussen twee broeders of zuster, of een zuster en een broeder, of in een huwelijk of wat het ook zijn mag, er is geen eensgezindheid, dan mogen we daar met elkaar als gemeente ook voor bidden. Dat daar eensgezindheid komt. Dat het weggeruimd wordt. En het vraagt zelf opoffering. Maar dan moet je niet denken, oh, dan wordt het zo moeilijk. Nee, dan wordt het juist veel heerlijker. Want de Heilige Geest wil jou daarbij helpen. En dat de kracht van Gods Geest meer en meer in het midden van de gemeente wil zijn. En de vrede van God, kijk maar, die alle begrip te boven gaat, zal onze harten en onze gedachten bewaken in Christus Jezus. Ken je dat in jouw leven, dat je in je hoofd weer helemaal op hol bent gegaan? Of allerlei vleeselijke begeerden zijn weer gekomen? Dan roep ik je op. Keer terug naar de Heer Jezus. Word eensgezind met hem. Wie zegt tot hem, met hem verenigd, is één geest met hem. En dan ga je ook ontdekken, hey, als je dat in het gebed dan bij hem brengt. En dat is ook mijn diepe wens, mijn diepe verlangen, dat ook wij voor elkaar zorg zullen dragen. Durf jij je hart te openen, misschien wel waar je mee zit. En ik weet wel, in de gemeente, sommige mensen kunnen 10 jaar meedraaien. Maar ergens waar het op vast zit, durven ze niet te vertellen. Maar als je het openbreekt naar een broeder of zuster en samen daarvoor kan bidden. Misschien onder tranen, misschien huilen, misschien schaam je je. Maar het is de weg tot genezing. De Heer wil dat we eensgezind zijn. En dat we echt elkaars lasten dragen. Dat we elkaar helpen. Dat we elkaar aanvuren om goede werken te doen.
En het wonder is ook dat Hij ons daarbij wil helpen. En het wonder is ook dat Hij steeds krachtig in ons midden gaat werken waar we allemaal naar verlangen. Lieve broeders en zussen, dat ook wij voldoen aan de voorwaarden. Want het is mogelijk, want Jezus heeft voldaan aan het kruis van Golgotha. Laten we met elkaar ons uitstrekken om eensgezind te zijn vanuit Hem. Amen. Ik wil nog met jullie danken. Liefdevolle trouwe Vader, ik wil u prijzen dat u onze Vader bent. En dat we door Jezus Christus door zijn volbrachte werk tot u mogen naderen. Heer, u kent ons allemaal. U kent ons hart. En ik wil u echt vragen, Vader, in alle eenvoud, vul ons met uw Heilige Geest. En Heer, wijs ons aan daar, als het misschien iets is, waar we niet wandelen zoals u het van ons vraagt. Dat we eigenlijk ervoor zorgen misschien wel dat de heerlijkheid wegstroomt. Dan is daar genade door het bloed van Jezus. Heer, ik wil u echt vragen, u kent ons allemaal hoofd voor hoofd. Ik bid, Heer, dat die liefde van Jezus, waar we mee begonnen zijn in Johannes 17. Heer, die liefde, dat u verlangt, dat wij één zijn zoals u één bent met de Vader. Dat die heerlijkheid gezien mag worden in ons midden. Dan zal het ook gezien worden naar buiten toe. Vader, help ons zo om onszelf te verloochenen. Ons kruis op te nemen. Christus na te volgen. En de liefde die in ons hart is uitgestort. Dat we die meer en meer mogen uitstralen. Heer, naar elkaar. En naar de wereld om ons heen. Heer Jezus, ik wil u gewoon bedanken dat u een levende realiteit bent. Dat u als bron in ons bent. En Heer, dan wil ik opnieuw gewoon vragen. Voor hier, voor de collectief, voor de gemeente. Als u zegt in Johannes 4, vers 10. Als je mij gekend zou hebben. Als je gevraagd zou hebben om het levend water. Ik zal het je geven. Heer, is mijn gebed voor hier, voor al mijn broeders en zusters. Dat u ons allemaal opnieuw wilt verfrissen met dat levend water. Heer, ik wil u prijzen. Dat het uw verlangen is, dat we daaruit mogen leven. Dat we uitzien naar die dag dat we u gaan ontmoeten. Maar Heer, dat we ook vandaag hier nog. Dat de hemel op aarde zichtbaar mag zijn. Heer, help zo een ieder, jong en oud. Help ons als ouders om ook het leven voor te leven naar onze kinderen. Help ons, Vader, als mannen om het leven voor te leven naar onze vrouwen. Help ons, Heer, als vrouwen om het leven voor te leven ook naar onze mannen en onze kinderen. Dat we vaders en moeders mogen zijn ook voor onze kinderen. Zo het u het ook van ons vraagt. Heer, God wil echt belijden. We kunnen niet zonder u. We hebben u nodig allemaal. En ik wil echt u bidden, Vader. Verbreek elk werk van de vorste duisternis. En kom tot uw doel in ieder van ons leven. O Jezus, u moet in ons midden zijn. Niet één keer, niet twee keer, maar al de dagen van ons leven. Heer Jezus, reinig ons zo met uw bloed. Opdat u ons meer en meer kan vervullen met uw Heilige Geest. Maak ons zo eensgezind en kom zo tot uw doel. In Jezus' wonderbare naam. Amen.